Loslaten. Dat klinkt zo fijn. Het is echt zo'n woord wat een soort van belofte in zich heeft. Als je loslaat, dan... Ja, mijn gevoel erbij is, als je loslaat, dan valt er een druk van je schouders af. Dan kun je weer opgelucht ademhalen. Dan is er weer ruimte. Dan is er weer, nou ja, vrijheid misschien zelfs wel. En dat voelt goed, of niet? Maar ja, waarom doen dan heel veel mensen het niet? Waarom is het dan zo lastig? Nou ja, vaak zit er een heleboel achter, waardoor je juist vasthoudt. He, bepaalde overtuigingen of dingen die er in je verleden gebeurd zijn. Of nou ja, allerlei overtuigingen en dingen die je in de weg zitten, waardoor je vasthoudt aan die spullen. En vaak weet je niet eens waarom dat is. Maar juist omdat er zoveel achter zit, is het zo moeilijk. En een tijdje geleden had ik een gesprek met een klant en haar verhaal inspireerde me zo. Toen ik 's avonds weer thuis was, toen stroomden er ineens allemaal woorden uit mijn pen. Of uit me, in mijn gedachten. En ik heb een pen gepakt en ik schreef het gewoon op. Ik hoefde er niet eens over na te denken. Het vloeide allemaal zo naar buiten. En uiteindelijk is dat een gedicht geworden. En aangezien het vandaag Nationale Gedichtendag is, vond ik het een mooi moment om dit gedicht met je te delen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit herkennen. En ik vind het in ieder geval... ja, heel mooi om dit met je te delen. Dus mijn cadeautje aan jou is dit gedicht over loslaten. Loslaten, dat is wat jou te doen staat. Van al die spullen om je heen. Die spullen, dat is niet waar het om gaat. Maar zonder ben je zo alleen. Dat is wat jij jezelf hebt wijsgemaakt. Je kon niet anders om jezelf te troosten. Dat kan niet langer, dat hoeft niet langer. Die tijd is nu voorbij. Je mag weer kiezen voor jezelf. Jij mag er echt weer zijn. Want onder al die spullen, daar zit jij. Al klinkt dat gek misschien. Dus gooi die spullen van je af en laat jezelf zien. Nou, dit verhaal is dus geïnspireerd op het verhaal van een klant wat mij heel erg geraakt heeft. Omdat zij heel goed inzicht had in hetgeen wat er bij haar allemaal achter zat. Waardoor ze dus niet kon loslaten, maar juist al die spullen vasthield. En samen zijn we dus dat proces doorgegaan om wel los te kunnen laten. En dat geeft er zoveel voldoening en zoveel vrijheid en een gevoel van dat ze de hele wereld aan kan eigenlijk. Want juist door dit proces te doorlopen voelt ze zich zo sterk nu het gelukt is. Ja, en dat gun ik iedereen. Dus wil je hulp bij loslaten, dan weet je me te vinden. Ik help je heel graag.